Hebben jullie de laatste tweet weer gelezen van Knulletje Klaver? Ja, oh, hij is weer goed. Ja, hier, ik lees hem je even voor. Hè. En het gaat dus over dat maar 1 van de 6 mensen in Nederland, 1 op de 6, die kunnen maar gezond eten. Gewoon vanwege behoorlijke armoede in Nederland. Ja, maar dat is al heel lang bekend hoor. Er zijn al meerdere miljoen mensen die zitten daar tegen die grens aan. Maar goed, Knulletje Klaver schrijft nu dan, aan de hand van dat bericht, hè, schrijnende armoede in een rijk land als Nederland. Dit is het zoveelste teken, ja, hier, dat de bodem omhoog moet en de armoede omlaag. En dan heeft hij het over minimumloon en alles. Ah, vrienden, hoe vind je hem? Hoe durft hij? Ja, Knulletje Klaver, bij alle stemmingen, bij alle moties in de Tweede Kamer die bedoeld waren om belastingen te verlagen, bijvoorbeeld energiebelasting of de BTW op boodschappen, Knulletje Klaver, nee, die was niet voor die moties, stemde altijd tegen, ja. En toen er werd gevraagd of 1/3 van het salaris van de Kamerleden gewoon ingeleverd kon worden, gewoon om solidair te zijn, ja, Knulletje Klaver, die stond vooraan om tegen te stemmen. Ja, ja, Knulletje Klaver, ja. En bij elke motie die ook maar mensen die financiële problemen hebben, zouden kunnen helpen, daar stemt Knulletje Klaver tegen. Ja, en weet je hoe dat dan heet als je dan zoiets doet? Als je zo'n tweet dan de wereld instuurt, dat zijn krokodillentranen. Ja, die huilt Knulletje Klaver, krokodillentranen. Ik heb het even opgezocht, vrienden, het begrip krokodillentranen. Hier, daar komt hij. Wie krokodillentranen huilt, is een bedrieger. Ja, dat staat hier gewoon, hè. Hij doet namelijk alsof iets hem veel verdriet doet of sterk aangrijpt. Terwijl het hem in werkelijkheid niet veel kan schelen. Ja, nou, dus die krokodillentranen, die kunnen we zo, hup, op Knulletje Klaver plakken. Knulletje Klaver, vrienden, die is niet bezig met mensen in armoede. Hoe kom je daar nou bij? Knulletje Klaver is maar met 1 ding bezig. Hoe kom ik in een kabinet? Dat is het enige wat op staat ook op zijn voorhoofd. Hoe kom ik op het plus? Ja, Knulletje Klaver, dat is het enige wat hij wil. En hij is nu op zijn fietsje. Frans Timmermans heeft hij zijn kopman gemaakt. En hij is in het wiel van die Timmermans gekropen. En hij fietst maar mee achter die Timmermans aan. Gewoon, oh, en dan in de hoop dat hij hem meeneemt naar de finish. En dat hij hem in een kabinetje gaat brengen. Dat is nog het enige wat hij wil, vrienden.